Maanden geleden dat ik met Csaba in contact was. Csaba uit Hongarije, hij is een zendeling en hij reist heel erg veel. En hij had eigenlijk een andere auto nodig, zijn Toyota, die had 500.000 kilometer gereden en was niet meer in de conditie dat hij daar nog lange afstanden mee kon doen. En toen hadden we al bedacht van hij zou eigenlijk een andere auto moeten hebben. Dus toen hebben we een inzameling gedaan, hebben een aantal mensen hebben geld opgegeven. En nu belde ik hem 2 weken geleden op en toen bleek dat eigenlijk die Toyota alweer 4 weken naast het huis stond. Dus dat hij helemaal niet meer reed. Dus toen heb ik snel wat telefoontjes gedaan en toen heb ik met hulp hebben een andere auto voor Csaba gekocht. En omdat ik afgelopen week in Oekraïne was, is Csaba uiteindelijk ook direct met me meegereden terug naar Nederland. En hebben we eigenlijk deze auto kunnen kopen. En heeft hij de auto nu gisteren voor het eerst ook gezien. En daarmee is dus dat project ook rond. Ik ga nu even naar hem toe lopen, zodat we even kunnen horen wat Csaba's reactie is. Zo, dit is de... Zo, Csaba. Hallo. Yesterday you saw for the first time your other car, this new car. Yes. And what was your response to that? That I was very much impressed. I've seen it on internet earlier, but the reality is above what I expected. So I'm very happy and I'm very thankful to all the sponsors that helped to make it possible. Thank you very much. Nou, hebben we toch met z'n allen wat goeds kunnen doen. Hè? Ik stop hem hier even, want anders dan gaan we allemaal onzin uit zitten kramen, maar... Dit is hem dus, dit is de auto geworden. Het is een Mazda. Hij wilde heel graag een Japanse auto. Omdat hij daar ook bekend mee was. En het is geen nieuwe auto. Maar hij is wel mooi.